Zo'n 800 fans uit heel het land kwamen samen om de King of Pop te herdenken. Een avond om te feesten, maar ook om samen te rouwen. Deze fan uit Noord-Holland is al bijna 40 jaar helemaal idolaat van Michael Jackson. Zijn plotselinge dood kwam hard aan. Ik loop al 3 weken te huilen, samen met mijn zoon, up and downs. De herdenking is voor de fans een goede manier om zijn dood te verwerken. Sommige fans hebben niet de hele dag iemand om mee te praten, dus dat doen we hier. Straks misschien nog een beetje uithuilen. En hopen dat het weer een beetje steun geeft met elkaar. Na zijn dood is Michael Jackson weer erg populair. Kinderen ontdekken zijn oude hits en bij de fans die vroeger naar zijn concerten gingen, komen oude herinneringen weer boven. Ik stond bijvoorbeeld 's morgens om 3 uur al bij het postkantoor, zeg maar. Dat is alweer wat jaren geleden, maar ja. En op den duur verwatert dat een beetje, maar ja, nu is er helemaal in, hè. Een van de optredende artiesten was 2 weken geleden aanwezig bij de grote herdenking in Los Angeles. Een bijzondere ervaring. Niet veel mensen konden erbij zijn. 1,6 miljoen mensen hadden zich opgegeven. En maar rond de 11.000 mensen waren maar erbij. En ik was één van die 11.000, dus ik ben erg dankbaar dat ik erbij mocht zijn. Het was zo bijzonder. Tijdens de avond wordt er druk geoefend op de typische Michael Jackson-dansjes. En zijn beroemdste beweging is natuurlijk de moonwalk. De sfeer zit er goed in, maar tijdens de wat meer gevoelige liedjes wordt het sommige fans toch een beetje te veel. I am here to stay.